Ik ben Rianne, ik ben 18 jaar, ik kom uit Ozaan en ik studeer Engineering Productontwerpen aan de HVA. Vandaag lopen jullie een dagje met mij mee en beantwoord ik gelijk de meest gestelde vragen. Ik zocht een studie die een combinatie was tussen een creatieve en een technische studie. De studie is erg creatief, omdat je heel erg veel aan het tekenen bent en ook naar oplossingen aan het zoeken bent. Maar het is ook heel erg technisch, omdat je ook vakken als wiskunde en mechanica hebt. En daarom is dit een hele goede combinatie. Met deze studie kan je eigenlijk heel veel kanten op. Je kan de hele technische kant op en dat gaat dus veel meer over productiemethode en materiaal. Dan kan je bijvoorbeeld technisch specialist worden, maar je kan ook meer de vormgeving kant op. En dan focus je meer op de look and feel van een product. En dan kan je bijvoorbeeld op een ontwerpbureau gaan werken. Ik weet nog niet precies welke richting ik op wil. De look and feel kant spreekt mij wel iets meer aan, maar dan wel alsnog wel in combinatie met functionaliteit. Dus ik wil eigenlijk een functioneel product maken dat er ook wel mooi uitziet. Ik heb zo les, dus ik ga er vandoor. Doei man, succes! Dank je! We zijn nu op school. Dit is mijn klasgenootje Sarah. En dit zijn mijn andere klasgenoten. In het eerste jaar heb je weinig hoorcolleges. Het zijn vooral werkcolleges. Dan legt de docent iets uit en daar ga je dan mee aan de slag. Het is dus vooral heel veel doen. Op dit moment heb ik een online college. De meeste colleges zijn nu online. Sommige zijn op school. Ik ga nu weer even opletten om de les te volgen. Dat vind ik persoonlijk best wel pittig. Zeker omdat je een creatief proces in groepsverband doorloopt. En online interactie is gewoon een stuk minder goed. Dit hebben we wel redelijk kunnen oplossen door veel te videobellen en te appen. En zo blijven we toch nog in contact. Normaal gesproken maken we ook veel modellen op school in de werkplaats met bijvoorbeeld modelleerschuim. Nu doen we dat vooral thuis met karton. Dat werkt ook prima, maar het is wel een stuk minder mooi. Dit is mijn projectgroep en dit zijn wat projecten die we uit het eerste jaar hebben gedaan, waaronder de lamp. Het leukste project vond ik het project lamp, omdat het een hele vrije opdracht is en je gaat het eerst heel erg uitdenken en ontwerpen en daarna ga je het ook echt maken. Je hebt niet heel veel boeken, eigenlijk alleen voor de technisch vak heb je echt boeken. Je hebt voor wiskunde, natuurkunde en mechanica boeken. Voor de rest ben je eigenlijk vooral met projecten bezig. Productontwerpen is veel samenwerken. Het eerste half jaar hebben we eigenlijk alleen maar individuele projecten gedaan. Daarna is eigenlijk alles samenwerken in groepjes. Nou, mijn eerste groepje was niet zo'n succes. Er was één iemand die eigenlijk de hele tijd aan het meeliften was. Op dat moment durfde ik daar niet heel veel van te zeggen, maar daar heb ik wel veel van geleerd en dat doe ik nu zeker wel. En dat is wel heel leerzaam aan zo'n groepsproces. Je kan de opleiding starten zonder wiskunde B of natuurkunde. Er wordt wel sterk aangeraden om een bijspijkercursus te doen om wel een beetje op datzelfde niveau te komen. Voor mij was het wel goed te doen, omdat ik zelf ook wiskunde B heb gehad op de HAVO. Maar de mensen die dat niet hebben gehad, was het dan een stuk lastiger, want je moet echt in 4 weken op datzelfde niveau komen. En dat is echt hard werken. Het is een technische opleiding. Als je producten gaat ontwerpen, is het heel erg belangrijk dat het functioneel is. En daar heb je echt techniek voor nodig. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te focussen op ergonomie, dus hoe ligt het in de hand. Daarnaast is het ook belangrijk dat het massaal geproduceerd kan worden. Dus moet je ook echt kennis hebben van productietechnieken. En de materiaalkeuze is ook erg belangrijk om te kijken waarvan jouw product gemaakt gaat worden. In dit tweede jaar nu zit ik zeker wel aan de 40 uur studie. Naast mijn studie heb ik wel nog gewoon tijd om lekker te schilderen of een stukje te gaan wandelen. En ik vind het ook heel erg leuk om piano te spelen. Wij zijn klaar voor vandaag en wij gaan gezellig samen nog even Amsterdam in. Ja, leuk! Zat jouw vraag er niet bij? Geen zorgen. Stel jouw vraag op ons Instagram, @hogeschoolvanamsterdam_tech.